Goedemorgen. Geweldig dat u hier allemaal bent. Want we hebben u gewoon uitgenodigd met een brief. En tegen u gezegd, wilt u alsjeblieft komen om mee te denken over de toekomst. Ik hoop dat u een hele plezierige, een hele inspirerende, maar vooral ook een hele zinvolle dag heeft. Een dag waar u wat aan heeft, een dag waar wij wat aan hebben. Een dag waarin u elkaar ontmoet en elkaar spreekt. En in die dialoog met elkaar ook tot grootse ideeën komt. Petra Boon is onze dagvoorzitter. Die zal ons vandaag door de dag heen leiden. Ik heb een hele duidelijke opdracht gekregen van de burgemeester. Namelijk zorgen dat het gezellig is. Maar ook zorgen dat we door deze dag heen komen. Want het is een heel vol programma. De eerste vraag is dan ook. Bent u een man? Dan toetst u 1. Of bent u een vrouw? Dan toetst u 2. Keurig 50-50. Wat is uw leeftijd? Oké. Okay. Groep 40 tot met 64 het best vertegenwoordigd. Hoe lang woont u in Houten? Vooral verknochte Houtenaren. We gaan het nu namelijk hebben over de toekomstbeelden voor de gemeente Houten. En we hebben deze 4 scenario's samengevat in een film. Van deze 4 vond u het meest aantrekkelijk? En dan zien we dat op dit moment proeftuin met 58% eruit springt. Welk beeld vond u het minst aantrekkelijk? En dan is het met 51% grenzeloze stad. Dan gaan we nu aan tafel aan de slag. We krijgen post-its, groene post-its en oranje post-its. Om per scenario eens op te schrijven van nou, dit vind ik een voordeel van dit scenario. En op een oranje post-it schrijft u op van nou, dit vind ik een nadeel. Maar als ik jullie goed begrijp, dan heb je het gevoel van met 50.000 inwoners houden we nog die menselijke... Oh, gaan jullie op die dag ook wel praten met vluchtelingen? Houten is redelijk rijk voor mijn gevoel, dus nou, waarom zouden we dat niet inzetten om... En wat voor woningen zouden er gebouwd moeten worden? Wil iemand met de sticker nog wat toevoegen, want wat daar ligt... Het ligt ook aan op die transitie 3.0. Nu u dit zo met elkaar gedaan heeft, wil ik uw oordeel vragen over alle 4 de scenario's. We gaan op alle 4 de scenario's stemmen en dan ga ik daarna de resultaten laten zien. Een woondorp, een 5,4. Groeistad, een 5,2. Proeftuin, een 7,7. Een grenzeloze stad, een 4,6 gemiddeld. Dus we beginnen met iedereen schrijft een ambitie op. Vervolgens komt er een gesprek over die ambities om elkaar daarop te kunnen bevragen. En het eindigt met een keuze met welke 2 ambities spreken jullie als tafel het meeste aan. Ja, dan had je misschien beter een klein beetje kunnen groeien. Maakt Houten zo uniek. De rondweg maakt het uniek met alle input. Er gaat op tafel 2 ambities van een andere tafel krijgen. 5 punten verdeeld over die 2 ambities. Ja, het doorgeven gebeurt al, dus geef hem weer een keer door.
het verzoek is om de totale aantal punten van de eerste drie rondes even op te tellen. 54% van u, dus meer dan de helft, heeft voor dat duurzaam groen en het ruimte voor experiment gekozen. Op de tweede plaats die samenlevingskracht. Dus met elkaar zorgen voor leefbaarheid, veilig en duurzaam. Daar heeft 43% van u voor gekozen. En op de derde plaats voorzieningen voor jong en oud. En iedereen daartussen. Nietsies, dat is het tegenovergestelde. Dat zijn dingen waarvan je zegt, van nou, daar zouden we misschien wel mee kunnen stoppen. We hebben de lijst met nietsies. En u mag er weer drie uitkiezen. Met 49%, de helft van u heeft gezegd, een nietsie, zorgen voor minder regels. En dan wordt het al wat verspreider, maar dan op plek 2 en 3 deze. Dat, he, die verlichting en die stoplichten. Om daar eens kritisch naar te kijken. I want you to hit the game. Een trek aan gezocht gaat over een reis die ik heb gemaakt. Ik ben een tijdje geleden uit mijn geboortestad Utrecht vertrokken en ben ik gelift van Utrecht dwars door Europa naar de andere kant van het continent, naar de stad Istanbul in Turkije. Ik was gelift met een caravan, maar zonder een auto. Ik heb verschillen gezien, maar eigenlijk vooral overeenkomsten. Overeenkomsten, manieren van denken. Overeenkomsten, manieren van doen. En overeenkomsten, manieren van leven. En zijn dingen mogelijk die je van tevoren niet voor mogelijk had gehouden? Of die je in je eentje gewoon niet voor elkaar krijgt? Zoals liften met een caravan dwars door Europa. Het leven is een reis. Maar hoe onderneem je die? Wat geef je? Wat neem je? En hoe afhankelijk zijn we eigenlijk van elkaar en van de ander? En durf je over je eigen grenzen heen te kijken, over je eigen grenzen heen te ervaren? En durf je jezelf ook open te stellen? In das Leben hinein. Istanbul! En waarom nou juist deze voorstelling op een dag die over de toekomst van houten gaat? Ja, jullie hebben je denk ik allemaal wel laten inspireren door het verhaal. Ideeën voor houten, van jezelf, waar je anderen mee nodig hebt. En laat het ook maar een beetje gewaagd zijn. Hè? Misschien iets waarvan je denkt van jongen, zou dat wel kunnen? En kijk of je daar ook steun voor kunt vinden bij andere mensen. De volgende vraag die ik u stel, ja, dit is het idee wat ik wil noteren. En dit is het idee waar ik trekhaken voor ga zoeken. Hoe gaat het in zijn werk? Aan uw kaart gehecht heeft u allemaal een velletje met stickers gevonden. En deze stickers die hebben allemaal een andere kleur. En die komen overeen met die kleuren die u op de kaart ziet. Is uw kaart vol? Heeft u een bingo? Kom dan naar voren en lever hem in. En wat had jij voor een idee? Haarvuurtje bijvoorbeeld. Sfeervol met open haar. Dit gaat meer om dat je dan zoekt werk. Zijn we bijna aan het einde van de dag. Wat vond u ervan, meneer de burgemeester? Ja, voor mij was het toch ook wel een hele bijzondere dag. Ik ben heel erg trots op Houten en op jullie dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. Uw voorkeuren, uw ambities en uw mening, die gaan we gebruiken. Ik vond de lunch erg lekker. Ik vond het ook heel creatief om dat met zo'n knapzak te doen. En ik wil heel graag een heel hartelijk applaus voor de leerlingen van Houten. Applaus voor iedereen die heeft mogen meegeven. Dank je wel. I want you to get together.
I want you to get together.